Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki beëdigt leden van Medisch Tuchtcollege en Advocaten Tuchtcollege. Minister Forswijk roept de samenleving op alert te zijn. Nationaal Archief Suriname wil onderzoek naar voorouders vergemakkelijken met digitaal historisch databestand. Comité Herdenking Slavernij benadert. Ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voor samenwerking. Districtscommissariaat Paramaribo Noordoost herdenkt Wereldgezondheidsdag. En ethische waarden en normen van religie moeten centraal staan in opbouw Suriname. President Chandrika Persat Santokki noemt tuchtcolleges instrumenten die de rechtsstaat verder moeten waarborgen. Het installeren van leden ter completering van het Medisch Tuchtcollege en het Advocaten Tuchtcollege zal leiden tot versterking van de instrumenten die de rechtsstaat verder moet waarborgen. De installatie van de plaatsvervangende leden heeft plaatsgevonden op 8 april 2022. Het gaat in deze om Harish Monorat voor het Advocaten Tuchtcollege en voor het Medisch Tuchtcollege Fausia Henar Karamatali en Suen van Sigam. Plaatsvervangende leden, ik wil u feliciteren vandaag met deze benoeming en uw beëdiging en installatie. En ik spreek de hoop uit dat u de toevertrouwde taken naar eer en geweten zal verwezenlijken. Van mij en van deze regering, daar kunt u rekenen op volle ondersteuning. Aan ieder gefeliciteerd en ik wens u een gezegende dag verder toe. God bless you all. Veel succes toegewenst. Dank u wel. Het is een plechtig moment. We staan erbij stil. Voor mij is het nu de derde keer. Ik ga de derde termijn in. Dus het is eigenlijk continueren van het werk wat al gedaan is. Waaraan moeten we denken als we praten over Medisch Tuchtcollege? Waar u aan moet denken is dat er eventuele klachten die binnenkomen van patiënten bij het Medisch Tuchtcollege, die worden dan behandeld. En na gelang wordt er besproken en eventueel komt er een waarschuwing of een... Wat zal er vanaf dit moment dan gebeuren, nu na de installatie? Nu voor mij nog niet zoveel. Ik ben plaatsvervangend, dus het moment dat er een zaak komt in verband met een farmaceutisch probleem, dan word ik geroepen en dan zit ik ook aan. Dank u wel. Mevrouw Van Sigam, u bent ook net beëdigd. Hoe voelt het aan, dit moment? Ja, zeker heel plechtig. Het was een mooi moment om bij stil te staan. Zoals jullie gemerkt hebben, heb ik daarbij ook de hulp van onze Heer gevraagd. Om in ieder geval het werk naar eer en geweten te doen. De president heeft aangegeven dat de tuchtcolleges een instrument zijn die de rechtsstaat moeten waarborgen. Kunt u dit een beetje uitleggen? Het tuchtcollege staat, zoals mevrouw Karamatali net al aangaf, voornamelijk voor behandeling van de klachten uit de samenleving. Of het nou is op medisch gebied, op farmaceutisch gebied, op tandheelkundig gebied. En die klachten zullen we juridisch moeten bekijken en juridisch moeten behandelen. Dus dat is meer het gerechtelijke deel ervan. Nou, het is een prachtig moment, omdat wij als advocaten ervoor hebben gekozen in de advocatenwet om onder andere
onderricht te zijn aan tucht. Dat betekent dat we onszelf blootstellen aan het feit waar hij, als we fouten hebben gemaakt, dan mogen die fouten worden gecorrigeerd. En dat betekent dat klagers, indien ze ontevreden zijn geweest over onze handelen, hun ontevredenheid kenbaar mogen maken bij de deken. Als de deken niet kan bemiddelen, moeten ze bij de advocaten terecht, het advocatentuchtcollege terecht. En daar zal het advocatentuchtcollege een beslissing nemen of een handeling van de advocaat al dan niet goed of fout is geweest. En als de klager niet tevreden is met dat besluit, mag je dan in hoger beroep gaan bij het Hof van Justitie. Hoe lang kan zo'n proces duren? Nou, gezien de voortvarendheid die het vorige tuchtcollege aan de leiding van meneer Charan heeft voorgedragen, en meneer Charan is thans weer voorzitter van het advocatentuchtcollege, is er toch een marge van 1 tot 3 à 5 maanden. Dus er wordt wel snel gewerkt aan het nemen van beslissingen. Let op, er zijn 4 soorten beslissingen die we kunnen nemen. Het is een berisping, een waarschuwing, een schorsing, dan mag je een aantal maanden geen advocaat zijn, en een schrapping. Een schrapping betekent dat je wordt doorgehaald als advocaat. Tot nu toe is niemand geschrapt van het tableau. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer roept de burgerij op om geen geld te geven aan mensen die zich voordoen alsof zij grondpapieren kunnen regelen tegen een vergoeding. Er is vooralsnog 1 persoon aangehouden die onder valse voorwendselen bedragen heeft ontvangen van burgers in ruil voor een kavel. Hij heeft zich bij het uitoefenen van zijn activiteiten steeds op het terrein van het ministerie voorgedaan als personeel van GBB. Minister Dinota Voorswijk van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer geeft een statement in verband met mogelijke oplichterspraktijken. Zoals u heeft aangegeven, hebben we eigenlijk vanaf vorig jaar te kampen met, om het zo te zeggen, burgers die zich eigenlijk, dus burgers die zich voordoen alsof ze werken bij GBB en dan mensen opbellen, zeggen van uw stuk ligt klaar, het is bij de minister, of betaal me dit zo'n bedrag, dan ga ik dan uw stuk voor u snel afhandelen. Sommige mensen hebben zelf betaald. Van de week hebben we 3 gevallen gehad van mensen die daar op onze terrein opgelicht zijn geworden door deze kwaadaardige mensen, zo zal ik het maar betitelen. Ze worden gebeld van: meneer X, uw stuk is af, u kunt komen, u moet me dan dit betalen. En kijk, wanneer die mensen zo lang hebben gewacht en misschien ook de gelden daarvoor hebben om te betalen, dan gaan ze betalen en later komen ze tot de ontdekking dat het een oplichterij is. En dit heb ik dan 3 keren van de week al meegemaakt. Dus van hieruit wil ik dan deze mensen dan oproepen om hiermee op te houden. Ook afgelopen maandag hebben we daar op onze terrein 1 betrapt, die eigenlijk iemand heeft opgelegd voor 40.000 SRD, bijna weg is gegaan. Maar gelukkig was de persoon zo snel om foto van hem te maken van zijn auto. Toen is hij dan gebeld geworden. Hij is dan teruggekomen. En mijn beveiligingsteam heeft hem dan direct aangehouden, overgedragen aan de recherche. En we hadden al eerder een aanhouding van een zekere manier die mensen opbelt. En het is weer zo'n naam dat gebruik is geworden bij deze 2e aanhouding. En vandaag heb ik weer een telefoontje gekregen waarbij de persoon geappt is geworden van: uw stuk van Komwijnen is af. U moet een 24.000 betalen. Dan kunt u het bij mij komen halen. Dus zo hebben we al zoveel van deze gevallen. Maar van de mensen die al jaren voor mij daar werken, heb ik begrepen dat dit in het verleden heel vaak is gebeurd. Dus we moeten nu echt werk ervan maken en de mensen bewust maken dat als GBB u niet belt om uw stuk zelf te komen halen, laat een derde u niet daarvoor bellen. En niemand moet u onder druk of pressure zetten, zeg van: als u dat niet doet, dan ga ik uw bereidsverklaring of uw toewijzing scheuren of u krijgt het niet meer. Niemand kan dat doen. Alleen GBB is bevoegd om u een bereidsverklaring of een toewijzing te geven. Neem het niet van derden en rapporteer of bel of kom bij het ministerie langs om uw beklag te doen. Als iemand u heeft benaderd om dat voor u te doen. Of als iemand u heeft benaderd om te betalen om uw beschikking of uw bereidsverklaring te nemen.
Het Nationaal Archief Suriname NAS zit verlegen met vrijwilligers die willen meewerken om een historisch databestand van de hele Surinaamse bevolking tussen 1830 en 1950 te digitaliseren. Hierdoor kunnen alle actes van de burgerlijke stand, geboorteactes, overlijdensactes en huwelijksakten rond die periode worden overgezet in dit databestand. Vanaf 2017 heeft het NAS een samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Nationaal Archief Nederland. De reden hierachter is om de archieven over de tot slaafgemaakten en het vervolgproject Historische Database van Suriname online toegankelijk te maken. Op zaterdag 2 april heeft Koen van Galen van de Radboud Universiteit Nijmegen een presentatie verzorgd in het Nationaal Archief Suriname over het project Historische Database van Suriname. De presentatie was hoofdzakelijk bestemd voor de Surinaamse vrijwilligers en deelnemers die meehelpen om de registers van de burgerlijke stand te transcriberen. Het uiteindelijke doel van dit project is volgens Van Galen dat iedereen in Suriname zelf een standaardonderzoek kan doen naar hun eigen voorouders. Inmiddels zijn er reeds 80.000 unieke akten ingevoerd en resten er nog 30.000 akten. Hiervoor zijn er meer vrijwilligers nodig. De wetenschapper roept elkeen op die wilt meehelpen met het invoeren van de akten om zich aan te melden. Het enige wat je moet hebben is een laptop, internet en wat tijd. Het Nationaal Comité Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de gevolgen van het slavernijverleden heeft onlangs een bezoek gebracht aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De delegatie bestond uit voorzitter Johan Rozer, Harry Moongra, Rosita Leeflang, Sigmien Staphorst en Tamira van der Leuf. Het comité bracht dit bezoek met het oog op het aangaan van een samenwerking met het ministerie. Dit voor onder meer de uitvoering van de herstelbetalingen die door de CARICOM-landen zijn overeengekomen. Er moet volgens de voorzitter aandacht worden besteed aan de welvaart, het welzijn en de ontwikkeling van de Afro-Surinamers. Ook moeten er programma's komen voor zelfherstel, analfabetisme en het tegengaan van culturele en sociale vervreemding. De organisatie ziet graag dat Suriname historische figuren beter worden geïncorporeerd in het curriculum. Bovendien wil zij beroepstrainingen over muziek, kunst en theater voor voornamelijk Afro-Surinaamse jongeren. De werkgroep Educatie binnen het comité wil speciale programma's uitvoeren op de scholen. In de leerjaren 1 tot en met 5 wil men storytelling doen over historische figuren die nog niet in de schoolboeken staan. In de leerjaren 6 tot en met 8 zullen kanga-spelletjes worden gedaan. De pedagogische instellingen doen mee aan essaywedstrijden en discussieavonden. Leerkrachten zullen ook workshops aangeboden krijgen. Het thema van Wereldgezondheidsdag 2022 is Our Planet, Our Health. Hoewel de Wereldgezondheidsdag op 7 april wordt herdacht, heeft het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost op vrijdag 8 april enkele activiteiten rond dit thema georganiseerd. Middels enkele toespraken is er stilgestaan bij het belang van gezondheid. Vervolgens heeft er een wandelloop naar de Palmentuin plaatsgevonden, waaraan medewerkers van het commissariaat hebben deelgenomen. En met deze loop is het belang van lichaamsbeweging voor een goede gezondheid gedemonstreerd. Wij spraken bij deze gelegenheid DC Ricardo Bola. We zijn hier op het commissariaat vandaag, het is 8 april. We hebben een activiteit georganiseerd samen met de bestuursambtenaren, voor de bestuursambtenaren. En ik heb gemeend om deze activiteit te organiseren in verband met Wereldgezondheidsdag. Dat was gisteren 7 april. En dan zult u denken, ja, maar waarom vandaag? Nou, heel simpel, heel eerlijk.
Ik had gisteren andere verplichtingen waar ik niet onderuit kon. 7 april is slechts de dag dat men oproept voor extra aandacht voor ons milieu. We praten veel. We vragen veel aan de burgers qua hun inzet. Maar als dat niet wil lukken, dan moeten we dealen met de wet in onze handen, ja. Dan zijn er consequenties aan verbonden. En niet om de burgerij onaangenaam te zijn, maar om ze te dwingen, te helpen en bij te dragen aan een schoon milieu. Maar natuurlijk ook heel belangrijk, als het gaat om vooral en met name milieuvraagstukken, dat het ook gaat naar de afdeling MGD. En dan willen we weten wat daar nou eigenlijk gebeurt. En die afdeling is heel erg belangrijk, omdat die eigenlijk rechtstreeks in de omgeving kijkt of mensen zich ook gaan houden aan datgene wat ze vragen. En dan denken we bijvoorbeeld aan mensen die vergunningen vragen voor de hinderwet. U kent de vele meubelbedrijven, de monteurzaken, de slagerijen. Maar we kennen natuurlijk ook bijvoorbeeld heel recent nog de heleboel perikelen rondom goudopkoopbedrijven. Voort is er ook een taak weggelegd voor de MGD in de uitvoering en monitoring van de districtsbevordering en districtsbesluiten. Vanuit de afdeling MGD kan ik u enkele tips doorgeven die een bijdrage kunnen leveren voor het bevorderen van het milieubewustzijn en de gezondheid van de mens. Vaak zien wij mensen hun vuil ook uit de auto gooien. Dat noemt men milieuvervuiling. Neem een zakje of zet het vuil in een desbetreffende vuilniston. We hoeven dezelfde fouten niet te maken wat gemaakt zijn geworden in bijvoorbeeld eerste wereldlanden. We denken aan Europa, we denken aan Amerika, we denken aan Azië. Dat zijn natuurlijk, dat weten we ook wel, de grootste vervuilers. Maar heel vlakbij, we kennen ook Brazilië met de enorme kaalkap. Bosbranden die daar worden gestikt ten behoeve van veeteelt, ten behoeve van sojateelt. En daarover moeten we alert zijn dat deze ontwikkelingen zich op grote schaal onverantwoord zich ook niet in Suriname zullen vertrekken. Ik ben wel voor economische ontwikkeling, maar dan duurzaam op een verantwoorde manier. Als we doen bijvoorbeeld aan houtkap, dat we dat duurzaam doen. Als we dat doen bijvoorbeeld aan goudwinning, dat we dat duurzaam doen. En dat we heel veel rekening houden met het milieu. Want het milieu heeft in principe ons niet nodig, maar wij als mens hebben wel de natuur nodig om te leven. Het is voor het eerst in decennia dat de vaste periode van de moslims, hindoes en christenen in haast dezelfde periode vallen. Dat de hoogtijdagen Ramadan, Nauratri en Pasen bijna gelijktijdig gevierd worden, biedt volgens president Chandrika Prasad Santokhi een gelegenheid tot natievorming en het propageren van eenheid in verscheidenheid. Het staatshoofd meent dat de ethische waarden en normen van de verschillende religieën centraal moeten staan in de opbouw van Suriname. Kijkt u mee naar het volgende verslag vanuit de achtertuin van het presidentieel paleis, donderdag 7 april. Vandaag hebben alle groepen, ook zij die naar de mandir gingen, vernomen wat Nauratri is. En dat is de bedoeling van de organisatie van Nauratri hier in de achtertuin. Het is voor de samenleving om kennis te vernemen van Nauratri. Kennis te vernemen van de rituelen. Kennis te vernemen van die bedoeling hierachter. En waarom de 9 nachten? En waarom op deze wijze? En waarom Ma Durga? En waarom die moeder? En waarom de vrouw? Want dat gaat de saamhorigheid vergroten. Onbekend maar onbemind. Geachte broeders en zusters, het festival van Nauratri, van 9 nachten, gewijd aan de verering van de universele moeder Durga Ma, zoals u net dat vernomen heeft. Wat dit jaar ook opvalt, is dat voor het eerst in decennia het vasten tijdens de Ramadan, de 40 dagen tijd van de christenen, als ook het vasten tijdens Nauratri, deels samenvallen. Dit betekent dat moslims, broeders en zusters, samen met onze christenen en onze hindoe broeders en zusters, vasten
en in gebedsteen. Als multireligieuze samenleving zijn er gemeenschappelijke raakvlakken om solidair te zijn met elkaar, om samen te bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid. Met de waarden en normen van religie kunnen we ons meer bewust worden van een sociaal rechtvaardig medeleven van onze medemensen. We bidden ook voor geluk binnen de familie, voor een hechte band met de gemeenschap en we bidden ook voor land en volk. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht en ik wens u een goed weekend toe. Goedenavond.